Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie de trendeditie van Hello Kitty uittesten van Essence. In de winkel is die helaas niet meer te koop, maar ik heb net eventjes gecheckt online. En als je de collectie op Google intypt, krijg je nog steeds de producten te zien die dus nog steeds online te koop zijn. Dus ik vond het zo'n schattige collectie en hij is echt de winkel uitgevlogen. Maar het leek me leuk om deze toch nog even samen met jullie uit te proberen. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze collectie en of het eventueel nog de moeite waard is om hier producten van te bestellen. Mocht je dat willen en niet hebt gedaan, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb even het persbericht erbij gepakt en Essence zegt zelf eigenlijk over deze collectie dat het een samenwerking is waar iedereen op heeft gewacht. Hello Kitty werd dit jaar 50 en daarom hebben ze dus een collectie uitgebracht van Hello Kitty. Het is een collectie met het beste van twee werelden. Je vindt schattige en lieve details en de kleuren... zijn echt een combinatie van Essence en Hello Kitty. De collectie is gecreëerd om beauty leuk te maken. Je vindt er glinsterende producten voor het gezicht, de wangen en de lippen. Maar je hebt ook schattige tools zoals een pincet, wenkbrauwstyler en nog veel meer. Volgens Essence is het onmogelijk om niet van deze collectie te houden. Ik zal de prijs even in beeld neerzetten en dan begin ik eventjes met de blush lighter. Die ziet er echt prachtig uit. Heel erg leuk natuurlijk met die Hello Kitty ook erop. Er staat ook echt overal Hello Kitty en Essence ook op. Deze heeft de naam 01. It's the inside that counts. Essence zegt zelf over deze blush lighter dat het dus een 2-in-1 product is. Het is namelijk een blush en een highlighter in één. En deze zouden zorgen voor een stralende wangen met een frisse persikroze kleur. Dat is eigenlijk het enige wat ze erover te zeggen. Maar als je hem open doet, zie je ook inderdaad heel leuk Hello Kitty erin. En allemaal van die strikjes wat Hello Kitty natuurlijk draagt. Ik zal hem even opnemen om te swatchen. Dit is de swatch. Ik vind hem niet heel erg fel overkomen. Maar hopelijk is die op het gezicht dus iets intenser. Want swatch die is een beetje matig. Maar goed, hopelijk is die op het gezicht iets feller. Dan hebben we een Caring Share lipstick. Dat is deze. Ook weer heel erg leuk, dat Hello Kitty patroon erop. Deze heeft de naam 01 Feel Something Sweet in Each Day. Het is een transparante lipstick met een stralende finish. Er zit de voedende formule van jojobaolie en vitamine E in. Wat dus er ook voor zorgt dat je lippen intens verzorgd worden. En dan is dit de lipstick. Kijk, leuk persiktintje is het ook inderdaad wel. Maar ik vind hem niet per se transparant nu ik hem zo swatch. Even zorgen dat ik weer goed het dopje erop doe. Ik heb hem hier aangebracht, maar ik vind hem niet per se transparant. Dus ik vind hem nog best wel een kleurtje hebben wat leuk is. Dan zijn er twee glowing lipglossjes. En ik vind de verpakkingen alleen al fantastisch. Dit zijn ze. Ja joh, laat lekker vallen. Een roze kleur. En een gele kleur. Ook weer heel erg leuk, maar de doppen zijn heel leuk. Kijk, er zitten allemaal glittertjes in. Ze hebben de namen 01 Today Just Got Cuter gekregen. Dat is dus die roze. En dan hebben we de 02 Sweeter Days Ahead. En dat is dus de gele. Essence zegt zelf dat het een glanzende lipgloss is. Met een vleugje glans. Dat vind ik een beetje dubbel. Je zou hier ultra glanzende lippen van krijgen en de leuke confetti dop is dus eigenlijk wat de verpakking helemaal afmaakt en wat hem heel schattig houdt. Nou ben ik wel heel erg benieuwd naar de swatches natuurlijk. Ze ruiken wel heel lekker. Dit is de applicator. Nou, het is gewoon transparant wat we eigenlijk al wel een beetje hadden kunnen verwachten natuurlijk. En ik ga ervan uit dat dat voor de gele variant ook een beetje geldt. Nou, die heeft wel iets een geel ondertoontje, lijkt het.
Zo zien de zwartjes eruit 1 en 2. Ik zie zelf niet op de camera niet heel veel verschil. Maar als ik van dichtbij kijk, lijkt het alsof die gele variant een lichtgele ondertoon heeft. Maar of dat dus echt zo is, dat is de vraag. Dan hebben we de highlighter roll-on. Dat is deze. Ook weer super schattig om te zien. Deze heeft de naam 01 Spread the Sunshine. Dit is een highlighter die je dus op het gezicht kunt rollen. Hij zou een glanzende rosé-gouden finish hebben. En hij zou ervoor zorgen dat je de show steelt. Hij heeft een lichtgewicht textuur en het is dus bedoeld om de highlighter makkelijk aan te brengen en uit te blenden. Hij zou perfect zijn voor onderweg. Het dopje vind ik ook wel heel leuk. En dan heb je hier inderdaad de roller. En inderdaad, als ik een beetje aanbreng op mijn hand, zie je meteen dat hij goed glanst. Ik hoop dat het er op het gezicht ook zo uitziet. Dat is de vraag. Dan hebben ze een lash en brow styler. Die heb ik ook gekocht. En dat is dan deze. Dit is gewoon zo'n styler. Ik ga niet alles proberen in deze video. Het gaat voornamelijk om de make-up producten. Maar ik wil gewoon even laten zien wat er nog meer te koop was. Met de naam You Can Do Anything 01. Het is dus gewoon zo'n styling tool waarmee je je wimpers en je wenkbrauwen kunt stylen. Want de ene kant, het is dus... Ja, ik zie niet heel veel verschil als ik eerlijk ben. Er staat dus dat hij een spoelie heeft voor het stylen van je wenkbrauwen. En een siliconenborsteltje voor het definiëren van je wimpers. Nou, zal dit dat siliconenborsteltje zijn. En heb je deze voor je wenkbrauwen. Ook waren er hele schattige matte fine papers. Dat zijn deze. Heel leuk. Met de naam 01 Make the Most of Today. Dat zijn dus gewoon van die papiertjes die overtollige olie absorberen voor een frisse tint. En je zou dus een anti-glans effect op de huid creëren. En je kunt je make-up hiermee verfrissen voor onderweg. Ik zal hem even openmaken. En dan zie je ook dat die een heel schattig patroon hebben, die papiertjes. Maar het kan niet zo heel fijn scherp gesteld worden, omdat het papier al een beetje matteert op scherm. Ook waren er weer hele leuke nagelstickertjes. Dat zijn deze. Heel schattig met allemaal Hello Kitty patroontjes erin. Deze hebben de naam 01 Lives Better with Besties. Sommige Hello Kitty'tjes die hebben ook een gezichtje en andere niet. Je vindt er ook hartjes en bloemetjes. Essence zegt zelf dat het leuke nagelstickers met bloemen zijn en Hello Kitty ontwerpen. Het is een mix van kleuren en rosé goud. Dan heb ik een item wat denk ik wel echt ook misschien wel de eye catcher is. En deze was ook het snelst uitverkocht en dat is de Pocket Mirror. En dat is deze. Het is een handig en compact zakspiegeltje en die past dus makkelijk in je tas. Hij is ook inderdaad heel schattig. Hij heeft ook een naam gekregen, 01 Make Today Amazing. En dan is dit het spiegeltje. Heel erg leuk, dat Hello Kitty met die glanzende glittertjes erin. En op de achterkant heb je een soort van nepleer effect. Is de binnenkant goud en dan heb je twee spiegeltjes. Ik denk dat de één vergroot. Zo vergroten allebei, zie ik nu. Dus dat is het spiegeltje. Dan hadden ze ook een tweezer. En dat is deze. Het is gewoon een pincetje natuurlijk met de naam 01 Be Good to Yourself. En hier kun je gewoon je wenkbrauwen mee doen. Dus dat is altijd wel leuk. Het is gewoon een heel leuk gouden pincet. En een pincet kan ik altijd wel gebruiken. Ook heb ik nog de leuke sponsjes gekocht. Hier staat alleen geen beschrijving bij. Maar hier zitten wat Hello Kitty patroontjes in. Ik weet niet of ik hem nu zo erbij kan pakken. Maar in de sponsjes zit zelf een Hello Kitty patroon. Heeft de naam 01 You Can Never Have Too Many Friends. En hiermee kun je dus gewoon je make-up uitblenden en deze zijn gewoon heel erg schattig. En er zitten ook twee kleintjes in en dat is wel heel fijn, maar ze hebben dus een Hello Kitty patroon. Dat zijn je producten. Ik ga even de kwasten erbij pakken en dan gaan we het eens eventjes uitproberen om te kijken of het wat is.
Zo, het haar uit mijn gezicht wordt weggehouden door mijn haarbandje. En dan gaan we beginnen met de blush lighter. Ik ga hem alleen als blush gebruiken, want we hebben natuurlijk die roll-on highlighter. Dus ik ga beginnen met deze. Ik ga het spiegeltje gebruiken, ook die erbij zit. Dus dat is wel handig. Nee, ik had wel ongelijk. Ik zie nu wel inderdaad... Deze, toch de bovenste, die lijkt toch wat verkleinend te zijn en de onderste wat vergrotend. Goed, ik neem gewoon een beetje op. En dat breng ik gewoon heel zachtjes aan, want ik weet niet of het heel goed te zien gaat zijn. Ik bouw hem gewoon een klein beetje op. En dan zie ik toch echt wel wat kleurverschijning. Ik zie meer kleurverschijning als net met de swatch. Ik ga hem niet nog meer opbouwen, want dan denk ik dat ik een hele intense roze kleur krijg. En ik vind dit er eigenlijk wel mooi natuurlijk uitzien. Maar met twee laagjes gaat het dus eigenlijk wel goed. Ja, het ziet er eigenlijk wel hartstikke mooi uit. Die haarband die vliegt eruit zo. Ik heb het idee dat deze kant nog weer iets intenser is als de andere kant. Maar dat is misschien ook dat het bij mij zo lijkt. Maar ik vind hem er zo wel heel mooi uitzien. Dus twee laagjes vind ik voldoende. Wil je meer, kun je het altijd opbouwen. Ik zal even die haarband opnieuw indoen en dan gaan we gelijk door naar die highlighter. Zo, dan gaan we naar die roll-on highlighter. Waar heb ik daar weer mijn spiegeltje gelaten. Het is natuurlijk weer één grote make-up op de band nu. En die ga ik gewoon op mijn gezicht rollen. Hij is subtiel. Ik ga een beetje blenden met mijn vingers. Maar als ik er zo naar kijk, denk ik niet van wat een wauw-effect. En terwijl die op mijn... net op mijn hand gelijk een heel erg wel effect geeft, mis ik dat hier toch een beetje. Je ziet hem heel licht. Het is niet dat hij er echt uitspringt voor mijn gevoel. Het is jammer. Dan breng ik nog een beetje aan op mijn neus. Nee jongens, ik vind niet dat ik denk van dit is echt fantastisch. Ik vind het een beetje jammer. Ik merk niet echt het wauw-effect wat eruit komt. Ja, dat vind ik een beetje jammer. Ik vind dat je er weinig van ziet. Ik weet niet hoe dat voor jullie is om te zien, maar ik denk dat jullie er ook niks van zien. Nee, die highlighter, hoe mooi die draait zich op mijn hand. Zo komt hij niet over op mijn gezicht. Dat is toch wel erg jammer. Dat is, ja, spijtig eigenlijk. Dan gaan we door naar die lipstick gelijk. Daar zal ik even de bril voor opzetten. Want dan kan ik net even iets beter zien wat ik doe. Ik heb misschien nog niet heel veel uitgeprobeerd, maar sommige dingen, dat lukt ook niet. Zoals ik hoef nu niet mijn wenkbrauwen of zo te doen. Ik had de rest ook al aangebracht, maar het was ook een beetje om jullie te laten zien wat er nog meer te koop is. Kijk, deze, die tapers, die kan ik alleen gaan gebruiken zodra het echt heel erg olieachtig wordt. En nu zit het er allemaal net op, dus dat heeft niet zo heel veel zin. Maar we gaan de lipstick aanbrengen. Ik vind dat hij nog best wel een leuke kleur afgeeft. Hij voelt ook heel fijn aan op mijn lippen. Hij ruikt heel lekker. Ik merk wel wat verzorging. Die kon ik wel gebruiken. Want mijn lippen voelden ook echt wel wat droog aan. Dus dat voelt wel lekker aan. Toen dacht ik, misschien is het leuk om dan eventjes nog zo'n lipgloss eroverheen aan te brengen. Dat ga ik eventjes doen met een apart kwastje. Want als ik nu hier overheen ga met die applicator, dan is die helemaal gekleurd. En dat vind ik, dat in mijn hoofd gaat het niet zo goed. Ga ik voor die roze kleur. Ik weet niet of dat heel erg te zien is. Maar ik dacht misschien gewoon even leuk voor het effect om te kijken, joh, wat gebeurt er als je er een lipglossje overheen aanbrengt. Dus ik breng nu gewoon wat vanaf dat kwastje op dit kwastje aan. En... ik zal iets meer doen, zodat we ook goed het effect kunnen zien. En dat leek me wel leuk.
Zo. Dan kan die weer dicht. En dan breng ik daar gewoon een klein beetje van aan. Even kijken wat voor effect dat geeft. Dan wordt hij net iets meer glanzend. Kijk, je ziet dan ook echt wel dat er wat kleur van afkomt. Ik heb nu dit kwastje gebruikt. Oh. Kijk, hier zie je dus echt wel een beetje roze kleuren. Dus het is ook echt niet echt transparant. Geeft wel een leuk effect zo. Dan heeft hij net iets meer glans. Maar je hebt wel de verzorging van die lipstick. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ik ga even mijn haar doen. En dan kom ik even bij jullie terug om de producten even na te bespreken. Dan zal ik ook nog eventjes goed kijken of ik die highlighter toch nog een beetje terug zie komen. Maar ik ben er een beetje bang voor. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Nou, wat vind ik nou van de producten? Laten we gewoon beginnen met die blush light. Ik heb hem nu gewoon als blush gebruikt. Helemaal prima, niks mis mee. Werkt fantastisch. Ziet er leuk uit. Hij is gewoon goed op te bouwen. Ik vond twee laagjes voldoende. Wil je hem net iets heftiger hebben, breng je gewoon een extra laagje aan. Het is helemaal geen probleem. Ja, die roll-on highlighter, dat is hem net niet. Op mijn hand swatch je die echt super mooi. Maar op mijn gezicht zie ik hem gewoon niet. Je ziet het niet terugkomen. Hoe vaak je er ook overheen gaat, je ziet het gewoon niet. Dat is echt heel erg jammer. Ik had er best wel wat verwachtingen van, maar die zijn niet uitgekomen helaas. Hoe schattig die er ook uitziet, ook met die strikjes op dat dopje. Het is hem voor mij niet, helaas. De spiegel vind ik fantastisch. Die heb ik net al steeds gebruikt. Werkt echt heel fijn. Het enige wat jammer is, hij kan niet echt dicht. Want hij zit gewoon open. Normaal zou het fijn zijn als hij dan gewoon nog een soort van klikt. Maar dat doet hij niet. Maar goed, dat is niet het grootste probleem. Maar daardoor vind ik hem wel wat kwetsbaar om mee te nemen. Want zou er iets tegenaan komen, dan heb je kans dat je een flinke barst in je spiegel hebt zitten. De lipstick, die vind ik echt super leuk. Ondanks dat Essence zelf zegt dat het een transparante lipstick is, zie ik gewoon heel duidelijk toch echt wel een mooie kleur. Hij voelt ook verzorgd aan. Ik heb ook echt momenteel wat drogere lippen en ik breng hem aan en ik voel meteen de verzorging. En ja, die lipgloss, ik heb ze nog niet losgeprobeerd. Maar ik vind hem zo over die lipstick heen al hartstikke leuk. Echt, die glans die is heel erg mooi. Ik heb ook het idee dat de lipstick er nog net weer wat intenser van kleurt. Dus ja, ik vind hem tot nu toe wat ik heb geprobeerd heel erg leuk. Maar ik ga ze dus nog losproberen. En dan ben ik wel benieuwd hoe het eruit ziet als je niks onder hebt aangebracht. Geen lipstick. Maar het is dus ook een mogelijkheid als je een transparante lipstick of lipgloss hebt. Om daar dus gewoon een lipstick onder aan te brengen. En tot nu toe vind ik het hartstikke leuk. De andere producten heb ik dus niet geprobeerd, maar die wilde ik vooral laten zien van wat je nog meer kunt kopen. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie van deze collectie vinden en of je hem eigenlijk ook had aangekocht. Of dat je in aanleiding van deze video denkt, ik zou er nog wel wat van willen bestellen. Laat het zeker even weten in de comments. Ik wil je voor nu in ieder geval gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Drop het rondje op mijn gezicht, druk of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan ook eventjes dat duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!